Welkom en leuk dat u kijkt. In deze video leggen we uit hoe u een boormotor koppelt aan een graafmachine. Een boormotor is in combinatie met verschillende machines te gebruiken. In deze video laten we alleen zien hoe u de boormotor koppelt aan een graafmachine. Kijk voor de koppeling aan andere voertuigen in de gebruikshandleiding van de boormotor. Wij leveren een boormotor altijd inclusief losse koplaad. Deze bevestigt u zelf aan de boormotor. Dankzij de koplaad is de boormotor makkelijk te koppelen aan uw graafmachine. Dit doet u als volgt. Leg de boormotor horizontaal op de grond. Zorg ervoor dat de assen van de snelwissel en de bussen van de koplaad vrij zijn van vuil. Breng hierna de snelwissel in lijn met de boormotor en haak de snelwissel met de vooras in de oren van de koplaad. Schuif nu de bakcilinder uit en plaats de spie van de snelwissel in ontkoppelde positie. Nu kan de spie in de koplaad haken en sluiten. Na het vergrendelen van de spie gaat u de hydraulische slangen aansluiten. Maak voordat u dit doet eerst de leidingen van de graafmachine drukloos. Controleer vervolgens of de kogelkranen van de aanvoer- en retourleiding gesloten zijn. Schroef daarna de stofkappen van de koppelingen en verwijder eventueel vuil. Nu kunt u de hydraulische slangen van de boormotor aan de graafmachine vastmaken. Open hierna de kogelkranen op de graafmachine. Kijk voor de benodigde werkdruk op het typeplaatje van de boormotor en stel deze daarna in op het display van de graafmachine. Nu gaan we de boorvijzel aan de boormotor bevestigen. Controleer voordat u dit gaat doen of de boorvijzel voorzien is van de juiste aansluiting en verwijder eventueel vuil. Schuif daarna de vijzel over de as van de boormotor en borg deze met de borgpen en de splitpen. Nu bent u klaar om te boren. Wilt u tips over hoe u het beste kunt werken met een boormotor? Klik dan nu op de kaart rechtsboven in deze video. Om de boormotor af te koppelen, legt u de boormotor eerst neer op een schone, vlakke ondergrond. Verwijder de vijzel en voer hierna de eerder genoemde stappen in omgekeerde volgorde uit. Sluit dus eerst de kogelkranen en koppel daarna de slangen af. Draai vervolgens de stofkappen op de koppelingen. Als de slangen losgemaakt zijn, kunt u de boormotor van de machine afkoppelen. Tot zover deze uitleg. Klik voor meer informatie over het aankoppelen en het gebruik van de boormotor in de instructiehandleiding. Bedankt voor het kijken. Vond u deze video nuttig? Vergeet dan niet te liken en kijk voor andere VEMATEC instructievideo's op ons YouTube-kanaal. Werk ze!